Het eerste kappersbezoek is volgens Chantal voor iedere ouder een momentje. Voor mij was dat het zeker, want het voelt als de dag van gisteren dat haar haren verdwenen door die vreselijke chemotherapie. Maar kijk haar nu. Het mooiste haar dat ik ooit gezien heb. Om de eerste keer in de kapperstoel onvergetelijk te maken, hebben ze flink uitgepakt. Om dit een nog specialer moment te laten, zei Mochtjada roze haar. Wat zijn we trots op onze kanjer. Toen Yada 2 jaar oud was, werd er bij haar nierkanker met uitzaaiingen ontdekt. Robert vertelde later in Royakkers over de vloer dat hij nog exact de datum weet waarop ze dit nieuws te horen kregen. 24 april 2018. Dat is een datum die je niet snel vergeet, vertelt hij hierover. Robert was op de dag zelf in Engeland, toen zijn toen nog zwangere vrouw Chantal langs de dokter ging met hun dochter Yada. Nadat er allerlei onderzoeken werden uitgevoerd, begon er bij Chantal al een belletje te rinkelen. De dokters vertelden dat Yada een tumor van 12 bij 12 centimeter had op haar nier, waarna de grond onder Chantals voeten wegzakte. Ik ben gaan schreeuwen en ik ben op hem in gaan slaan, vertelt Chantal. Ik trilde ongelooflijk, voegt ze toe. Ze besloot om Robert in Engeland meteen op te bellen. Vanwege de shock waar Chantal zich in verkeerde, was het de arts die het slechte nieuws aan Robert bracht. Ik krijg de telefoon en die man spreekt het uit, je vrouw kan niet aan het woord komen en je dochter is ook hier. Ik heb de diagnose kanker gesteld. Het is foute boel. We gaan nu naar het ziekenhuis, blikt Robert terug. Ik zat op de grond. Ik werd gek, vertelt hij.